Buddy. Hallo mensen, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe minigame hier op mijn kanaal, een nieuwe Hide & Seek. En vandaag hebben we weer twee super te gekke maps voor jullie in de planning staan. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen, want dat doen we samen met Jan. Hallo. Rick. Hallo. Liam. Hoi hoi. En Ryan. Hallo. En allereerst ga ik dus op deze map zoeken en dat is eigenlijk een gigantische keuken. Jullie hebben ze wel vaker al langs zien komen, maar ik blijf het gewoon heel erg vet vinden. En als tweede, ja, jullie kennen het waarschijnlijk wel al, dan gaat Jan op bikinibroek zoeken. En ja, die kennen jullie waarschijnlijk wel van SpongeBob. Hebben jullie waarschijnlijk allemaal ook wel gezien? Tuurlijk. Jazeker. Dus dat gaat natuurlijk heel erg vet worden. Dus jongens, ik zou zeggen, ga maar een vette verstopplek zoeken en dan kom ik er zo aan. Oké, okay, joh. Iedereen zit verstopt en dan komt de grote vraag. Liam, ja? Zit jij een beetje goed verstopt? Ik zit heel goed. Heel goed. Rick, zit jij een beetje goed verstopt? Heel goed. Heel goed. Dan gaat iedereen zeggen heel goed. Tuurlijk. Jan, zit jij een beetje goed verstopt? Heel goed. Heel goed. En Ryan, zit jij een beetje goed verstopt? Heel slecht. Heel slecht, oké. Okay. Nou, dat hoor ik graag, maar jongens... Ja. Dan kom ik eraan en ik sta eigenlijk gelijk op een op de eettafel. Er is ook soep. Ik denk als ik er overheen loop, ja, dat dat inderdaad een beetje damage doet. Oké, okay, je kan hier er ook in zitten en dat is eigenlijk wel een geniale plek. Dus ik ga die allereerst even snel checken. Oké, okay, niemand zit hier. Wisten jullie dat jullie ook in die drinkglazen konden zitten? Ja, ik weet ja, het niet. Ja, daar zat ik even nog in. Ja? Blij dat ik er niet ben gaan zitten. Ja. Nee, dat denk ik ook niet, want dan had ik je al gevonden. Oké, okay, even de laatste. Maar ik kan ze natuurlijk ook niet overslaan, want als er iemand wel zit, dan is dat natuurlijk hartstikke zonde. Mm-hmm. Kijk, ik zie hier allereerst al een boom. Zou daar iemand in zitten? Ik check het voor de zekerheid wel even. Je weet natuurlijk nooit. Oh, het is wel echt allemaal geniaal bedacht door al deze plekken. Ja, zeker. Het is echt enorm. Oké, okay, ik zie niemand hier. Oh, er is ook een trap. Dus dat betekent waarschijnlijk ook dat er een bovenverdieping is. Uh-oh. Dus dan ga ik straks maar eventjes kijken. Kijk, je kan hier zelfs ook in de stoelen zitten, of niet? Oh, dat meen je niet. De stoelen? Ja, in de stoelen kan je ook zitten. Maar ik ga er niet van uit dat iemand in een stoel gaat zitten. Ik denk dat jullie wat meer richting de keuken gegaan zijn. Daar heb je ook een plant. Wil ik eigenlijk ook gaan checken. Maar ik denk dat ik eerst gewoon eventjes naar de keuken ga. De tijd die loopt natuurlijk ook gewoon door. Dus ik wil ook gewoon geen tijd verliezen. Hup, de keuken. Even kijken. Ja, het is goed met jou, Rick. Jij bent gek. Werken. Eens even kijken. Dit is een kleine robot. Even kijken. Ik ga straks allereerst even in de koelkast kijken. Want ik denk dat daar wel een paar liefhebbers zitten. Eetjes. Zo is hier. Doorheen. Oh, kijk, hier kan je ook doorheen. Maar, oh, hier kon je achter zitten, maar er zit helaas niemand. Dus ik ga eventjes richting de koelkast. Daar zit denk ik ook niemand op. Gewoon iets hoger gaan. Nee. Kijk, ik denk dat daar niemand zit. Dus, oh, wacht eens even. Kan je hier ook... Nee, oké, je kan daar wel tussen, maar er is niet echt een gekke plek. Dus even kijken. Ik ga langzamerhand met mijn grappler over de koelkast heen. Oké. Oh, oké. Okay. Ik viel niks ergs, want je hebt geen falling damage. Ga ik eens even kijken. Niemand die had zin in een paprika? Nee. Nee. Oké. Okay. Ga ik even hier naartoe. Hier heb je natuurlijk een pakje melk. Hier liggen inderdaad wel eieren. Ja. Dat is wel echt een geniaal plekje als je daar ook tussen kon zitten. Maar dat kan helaas niet, maar wel er boven of erop. Ga ik weer even dus verder. Oh. Kijk eens aan. Je hebt daar ook een geheim plekje boven. Wacht, ik ga er eventjes in. Moet ik dat een vriesvak voorstellen? Een plekje. Uh-oh.
Okay. Oh mijn god, Jan is gevonden! Oh, Jan. Ja, ik was aan ja, kaas ja, sorry Jan. Ja, sorry Jan. Eventjes geen kaas meer voor jou. Nee. Oké, dus Jan is al gevonden. Oeh, wat heb je hier dan? Ik ga daar eens eventjes naartoe. Oh. Daar naartoe, wat voor? Hier is een kastje, maar... Wat is dit? Een kastje? Het lijkt wel een sigarettenbakje. Jongens, niet roken, hè? Slecht voor de gezondheid. Inderdaad. Dat doen we niet. Eens even kijken. Niemand zit hier. Kan je ook bovenop de koelkast zitten? Dat zal waarschijnlijk wel. Oh, kijk eens aan. Niet vallen, hè? Nee, oké. Okay, Liam ziet mij waarschijnlijk. Oké. Okay. Het enige wat wel handig is, dat ik hier ook nog wel redelijk overzicht heb. Kan je eigenlijk ook in dat kastje zitten? Volgens mij kan je daar niet in zitten, maar daar ben ik eigenlijk wel blij om. Ik ga even naar beneden met mijn glijder. Ik gebruik wel gewoon ook mijn glijder om een beetje overal langs te gaan. In de hoop dat ik nog het een en ander zie. Oh, je kan als het goed is ook op dat rooster zitten. Dat is wel echt geniaal, hoor. Kijken of iemand hier bij de plantjes zit. Niemand ook achter de plantjes? Nee, ja, niemand op het left. Dat kon niet. Oké, nou hier kan je sowieso niet in zitten. Dus dat... Ja, disqualificeer ik sowieso. Dus dat daar niemand zit. Oeh, eens even kijken. Wat is dit? Een koffiezetapparaat? Ik vind wel echt dat deze map ook vet gemaakt is. Hoor. Ja, hè? Wat vinden detail. Jullie, jongens? Ja, wat met ja, veel details inderdaad. Keukenachtig. Niemand hier? Keukenachtig, ja. Bij Rijen krijg je ook altijd van zulke simpele antwoorden. Ja. Even kijken, niemand hier? Oeh, wat is hier dan? Dit had ik nog niet gezien. Oh, er zijn ook... Oh, dit is ook een keukentje. Even kijken. Wat zit je te lachen, Liam? Niks. Oh, kijk, dan kom ik ook hier beneden uit. Ga ik eens even kijken, want hier heb je dus water. Ik zie een, ja, een eendje erin zitten. Ik kan hier dus ook in het water zitten. Oh, er is een eendje. Ik viel in de gootsteen. Oeh. Wacht, oké, niemand zit hier. Het kon zijn dat iemand hier bij een rot zat. Maar volgens mij is dat ook de enige plek waar je naartoe kan. Ga ik weer even naar boven toe. Oh, ik zie echt gewoon helemaal niks meer. Oh, ja. Oké, okay, ik ben er weer. Jazeker. Mm-hmm. Is hier een wortel? Hé, hey, wortel dat je bent. Nee. Oké, eens even kijken. Een broodrooster. Ah, dat is voor mij. Broodrooster? Oh, ja, een broodrooster. Daar kan je ook in alle gaatjes zitten. Oké. Okay. Jongens, even een korte update. Rick is ook gevonden. Nee. Ja. Je hebt ook blauwe ogen, hè? Van die blauwe ja, lampjes. Oké, dus dat houdt nog in dat Liam en Ryan nog gevonden moeten worden. Ja. En ja, ik heb ongeveer nog de helft van de tijd, dus ik hoop dat het wel gaat lukken. Even kijken, want hier heb je ook weer een kast. Maar zou er iemand in de kast zijn gegaan? Als ik gewoon even helemaal hoog ga. Even kijken, want dan zie ik gelijk het overzicht van alles. Oké, okay, het enige waar iemand hier kan zitten is dus hierachter. Maar ik denk het eigenlijk niet. Oké, okay, het was op zich nog wel een slim plekje geweest, denk ik. Maar dan ga ik eventjes verder. Want ik vraag me af of deze map ook een oven of iets heeft. En ik moet natuurlijk ook onthouden dat ik nog in het rooster van het... in ieder geval daar kan kijken. Oh, kijk, daar was ik dus al bang voor. Dat hier natuurlijk ook allemaal kastjes zijn. En natuurlijk ook niet te vergeten... Dat er nog een zolder is, jongens. Echt niet en normaal groot, en ik denk groot, eigenlijk hè? Wel... Ik weet eigenlijk niet hoe groot de zolder is, maar ik denk dat Ryan daar eigenlijk zit. Want hij is wel echt heel erg stil al de hele tijd. Nee. Dus even kijken. Oh, wauw. Ik zet dit is wel echt lekker. Een sneaky plek, hoor. Dit is wel echt een hele sneaky plek. Kijk, kan ik hier ergens opstaan? Ik zit ook al nog relaxed. Ja, jij zit ook nog wel relaxed. En net even niet. Net eventjes niet. Oké, okay, dus ik schat dat ik eigenlijk al langs Liam geweest ben. Maar ik ga even ook nog hierin kijken. Oh, wauw. Kijk dan. Even kijken hoor. Dit is wel echt heel vet gemaakt. Je kan hier alleen niet tussen. Maar je kan hier wel op. Wacht even hoor. Oké. Okay. Oké, daar kan je niet nog verder. Oké. Okay. Jongens, ik heb ongeveer nog 5 minuten de tijd. Ik wil eigenlijk daarboven op die, draaier kijken. Maar ik denk eigenlijk niet dat daar iemand zit. Dit is natuurlijk de wasmachine waar ik net in geweest ben. Oké, Liam. Ja. Ik wil 1 vraag stellen. Wanneer was jij nerveus? En dan ga ik er natuurlijk vanuit dat ik bij jou in de buurt was. Maar als je 1 kleine tip mag geven.
Iets voor de wortel. Iets voor de wortel. Oké, dan ga ik eens even hier naartoe. Goed zo, Liam. Goed zo, Liam. Iets voor de wortel. Kan je niet daarop zitten? Daar had ik net wel aan gedacht, maar daar verwacht ik eigenlijk niemand te vinden. Oké, iets voor de wortel. Ik ga toch wel heel eventjes, want ik weet natuurlijk niet of je hierin kan... Wat zeg je nou? Praat je nou jezelf? Nee, nee. Hij zegt kiekeboe. Oh mijn god, daar ben ik nog niet in geweest. Oh jawel, dat is dat waar dat lava zit. Hier zit natuurlijk dat lava. Kijk, hij moet hier ergens zijn. Dat kan niet anders. Oh mijn god, zeg. Kan je hier, hier zit hij waarschijnlijk in. Oh, oeps, ik viel. Nou, ik wil wel een tip, Liam. Ik heb het overzicht. Je hebt het overzicht, dus dat houdt in dat je heel erg hoog zit. Oké, dan wil ik vragen, zit je helemaal boven op een keukenkast? Ik weet eigenlijk niet wat het is. Je weet eigenlijk niet wat het is. Oké, ik heb je gevonden. Nee. Oké, jawel, daar. Ik heb je gevonden. Ja. Ik ga toch heel eventjes naar boven toe. Ryan, laat me dan even een andere vraag stellen. Ja? Ben ik bij jou in de buurt geweest? Maar daarnet vloog je echt constant over me heen. Oh, oké, ik vloog over je heen. Ja. Oké, want ik kijk wel heel eventjes hier. Oh mijn god. Ben ik even blij dat niemand hier is gaan zitten? Er is hier een gigantische zolder. Ja. Met allemaal dozen. Ja, dat is niet normaal hoe groot het daar is. Oké, ik ga naar beneden. Ik ga naar beneden, want Ryan zei dat ik over hem heen had gevlogen. Dus dat houdt natuurlijk in dat hij hier ergens moet zitten. Je zit niet in een keukenkastje, of wel? Misschien. Oké. We weten zeker dat Ryan in een kastje zit, of tenminste in een keukenkastje. Maar die heb ik natuurlijk nog niet gecheckt. Of tenminste, de ladekastjes heb ik nog niet gecheckt. Kijk, hier is een pan. Daar zit Ryan niet in. Geen nee, zin nee. Om te bakken, Ryan. Nee, Ryan nee. De bakker. Oké, hier ook niet. Oh, wacht. Je kan hier ook... Oh, wauw. Wat is dit dan? Zijn hier nog steeds allemaal eendjes? Ja, jullie weten waarschijnlijk niet waar het eendjes? Over gaat. Maar dat is waar... Ja, hoe moet ik het zeggen? Waar de wasbak zit... Maar ik kan niet via een andere manier eruit dan hoe ik er weer in kan. Dus ik ga gelijk eventjes eruit. Ik ga eens even kijken, want er zijn nog wel meer kastjes. Ik wil eigenlijk dat kastje daar uitproberen. Want ik denk dat Ryan daarin zit. Oké. Hallo Ryan. Hallo. Ik heb je gevonden. Echt? Ja, dit is echt wel trouwens, dit is wel een sneaky plekje. Maar het is dat ik, toen ik hier net erin sprong, dat ik daar iets kleins zag zitten. Ja. Maar goed, jongens, ik heb Ryan ook gevonden. Dus dat houdt natuurlijk in dat we nu doorgaan naar de tweede map. En dat is Bikini Broek. En daar gaat Jan ons zoeken. Kom maar op. Daar zijn we dan in Bikini Broek en dit is dus mijn verstopplek. Rick, zit jij een beetje goed verstopt? Ik zit heel goed verstopt. Heel goed. Ryan, zit jij een beetje goed verstopt? Zeker. Zeker. En Liam, zit jij een beetje goed verstopt? Redelijk. Redelijk. Jan? Ja? Ik zou zeggen, kom ons kant maar op. Alright. Ben ik klaar voor? Ik begin bij mijn eigen huis, als ik het niet erg vind. Ja, en wat is jouw huis dan? Nou, hey, de ananas. De ananas? Ja, oké, je hebt een SpongeBob vandaag. Ja, tuurlijk. Oké. Ja, het zou bijna natuurlijk niet kunnen dat niemand in SpongeBob's huisje gaat verstoppen. Net een beetje ingebroken, hè, mijn huis, jij. Kom je halen. Wie heb je het? Ja, ik heb geen idee tegen wie ik het heb. Ik moet nog even kijken. Is Gary, is Gerrit de slakker ook? Gerrit? Ja, die is nog aan het DJ'en met zijn oren, zeg maar. Oké. Met zijn ogen bedoel ik, sorry. Ik zat na te denken. Ja. Wat zegt hij nou? Nou. Huh? Oh, ik kom er niet op. Volgens mij zit hier niemand. Aha. Iemand zit heel sneaky. Heeft het huisje van SpongeBob eigenlijk veel etages? Ja, best wel, ja. Ik heb zelfs mijn eigen keukentje hier. Maar er zit, te zien, helemaal niemand. En wat staat er op menu? Ananas. Nee. Hmm.
Maar ik heb wel een vraagje. Ja. Want ik heb pannen in mijn keuken. En ik heb een gasfornuis en een kraan en de koelkast. Aha. Maar sinds wanneer heb ik ook een of ander ijsmonster in mijn keuken? Ijsmonster? Ijsmonster? Ja. Hoe bedoel je dat, Jan? Die op mijn keukenkastje staat. Nee. Oh, oké, Rick is dus gevonden. Doei. Dat is Gerrit. Nou, die had ingebroken in mijn huis, dus die is gevonden. Dan gaan we naar het huisje naast ons van Octo. Octo's huisje. Octo. Ik ga jullie eens even zoeken. Maar jongens, want het is natuurlijk bikinibroek, maar wat is jullie lievelingspersonage uit SpongeBob? SpongeBob Plankton. Natuurlijk. Patrick. Ja, SpongeBob is wel... Ja, Patrick is ook echt grappig. Die is echt geniaal. Maar SpongeBob is natuurlijk wel gewoon ja, het leukste. Vind ik zelf dan, hè? Nou, dat is een spons, hè? Kan je hem eens schoonmaken? Ja. Maar goed, Jan, waar loop jij nu? Ik ben nu in de top waar Octo altijd op zijn trompet speelt. Maar oh, op zijn klarinet. Of ja. Nou, ik heb ook alles fout, hè, vandaag. Ja, joh. Het gaat lekker, dit. Met geen echte kennis. Ja, gewoon eventjes de echte SpongeBob SquarePants kennenquiz doen. Gaan we naar Patrick. Uh-oh. Patrick. Ik ben wel een Patrick's huisje geweest. Ik ben Patrick's wel een grappig huisje. Zijn huis is groot, jongen. Ja, hij heeft veel groter huizen dan ik dacht. Holy knetten. Maar onder die steen zit nog een hoop, dat zou je niet denken. Ja, maar in zijn hoofd niet, hè. Lijkt een beetje op jou, hè. Ja, nou, zo. Bedankt. Je slaapt toch altijd tegen die steen aan, hè? Je plakt daar toch tegenaan? Hij heeft een eigen bank. Ja. Alles van zand, zeesterk. Toch? Hé, hey, maar er zit hier ook niemand. Ja, dan verdoe je tijd, denk ik. dat klopt, ja. Er bovenop de steen. Ja, ik sta bovenop de steen, ja. Je moet ook een beetje op die boompjes letten overal. Dus op deze trimmen en struikjes. Ik ga even hier in dit ijsmonster. Ik heb geen idee wat het is, kijken. Maar is dit zo zien ook niemand? Oh, het is wel jammer dat er nergens jellyfish zijn. Ja, hè? Kwalletjes. Ja. Oh, dit gaat niet helemaal lekker. Oh. Doei, Jan. Alles onder controle. Oh, doei, Jan. Oh. Hij verraadt zichzelf ook zo lekker weer, hè? Nee. Zal ik eens heel even terugvliegen naar deze grot, Lien? Doe maar niet. Hmm. Of toch wel? Nee, er zit helemaal niemand hier. Ja, ik zit wel lekker, alhoewel. Maar ijsje wordt wel koel gehouden, zo. Oh, goeie tip. Ja. Hey, Melim, sta je op zo'n stom wolkje, of niet? Nee, niet op die roze en ook niet op die blauwe. Op die bruine misschien? Even kijken. Nee, ook niet. Op die groene? nee, ook niet. Oh, oké, dan ga ik doorlopen. Even kijken, we gaan naar de Krusty Krab. Ja, we hebben natuurlijk de Krokante Krab. Je hebt natuurlijk ook nog het huisje van meneer Krabs en Parel. Je hebt natuurlijk ook nog de emmer. Dus waar Plankton zijn restaurantje. Ik ga het recept stelen. Ja, ga je het recept stelen? Ja. Ik ben wel binnen geweest bij de Krokante Krab, maar... Ja, ik ben in de keuken geweest en ik ben bij meneer Krabs kantoor geweest, maar... Hier zit in ieder geval niemand in mijn keukentje. Hier ook niemand? Ik wil een krabburger. Ja, ik wil een kleurenburger, Jan. Meneer Krabs kantoor zit ook niemand. Nee, dan moeten jullie wel betalen, want anders wordt hij boos, hè? Ja, hoeveel fiebers? 12.365. Jeetje. Per burger. Dan ga ik wel gewoon het geheime recept stelen. En dan moet je wel de creëerde code Diamantjewel2610 gebruiken. Ja, gebruik wel even creëerde code Diamantjewel2610. Dat is de code van de kluis. Ik ben nu in de emmer. Ja? Ja. In de emmer? Hey, in de emmer. Een emmer in de emmer, wat is er? In de emmer zit een meisje, die is echt gekidnapt door Plankton. Hey. Ja, dat ben ik. Oh. Ik weet niet of ik er weer uitkom. Ja, oké, ik kom eruit, jongens. Ik ben dus gevonden, dus dat houdt in dat alleen nog, als het goed is, Liam en Ryan gevonden moeten worden. Alweer. Ik loop in ieder geval door naar de supermarkt. Wacht, ze kan hier ook in zitten, wacht eens even. Nee, niemand, oké. Supermarkttijd. Dus even lekker visje halen. Wie werkt er ook alweer in de supermarkt? Ja, wie werkt er in de supermarkt?
Dat was toch ook een redelijk bekend volgens figuurtje? Mij, nee, volgens mij niemand. Volgens mij niet hoor. Nee? Volgens mij werkte die niemand Parel, in de supermarkt. Die was Parel, of niet? Dat was de docent, of niet? Parel was van het mevrouw rijden. Puff. Mevrouw Puff misschien? Nee, dat was een... Mevrouw Puff, nee, dat is de rijschoolinstructeur. Ja. Aha. Marjan? Ja? Jij moet, als het goed is, nog naar... ja, naar Sandy's huis. Ja, dat moet ik sowieso nog wachten. En ik moet nog naar meneer Krabs. Meneer anker. Krabs? Oké, okay, dus daar ga ik nu naartoe. Hallo! Krabs. Oh, joh, hallo. Je gaat helemaal naar boven, joh. Maar er zit alleen niemand. Ik vind het wel jammer dat het strand nergens is. Dan zie je Leenert niet ergens. Ja. Jeetje. Oh, oh. Zijn witte neus. Zit hier echt niemand? Waar ben je nu? Ik ben, loop nu weer naar buiten, want er zat hier niemand. Even kijken, wat, dan heb ik bijna alles gehad. Alleen Sandy de huisje nog niet. Ja, en natuurlijk alles wat er omheen staat. Oh ja, Sandy heeft natuurlijk twee deuren, moet ik wel even goed dicht doen. Ja, ik want anders komt al het water binnen. Ja, heb je wel je, ik wou weer zeggen, heb je wel je kom op, anders ja, droog je helemaal uit. Komt goed, ik ben er. Water. Water. Even achter alle kassies kijken hier. Je moet natuurlijk je ook de hele boom doorzoeken. Je hebt ook die aflevering dat SpongeBob heel erg uit zijn mond stinkt. Ja? Toch? Ja, dat hij naar de bioscoop gaat? Nee, oh, ik wou eigenlijk zeggen, Jan. Dat daarom nee. heb ik ook allemaal kauwgom en zo voor jou gehaald. Ja, ik wist dat je mij ging gebruiken. Dus ik dacht, dan zeg ik het wel voordat okay, jij het kan maar zeggen. Vertel eens, Jan. Ja. Wat ben je nu allemaal aan het doen in Sandy's huisje? Ik ben achter de kastjes aan het kijken. Ja. Huh? Dan hoop ik alleen dat ik er nog achter vandaan kom. Ja, dat lukt me. Oké. Okay. Maar er zit hier niemand. Dus hier... Oh, hé! Rijentje, jongen! Ei! Alles goed, jongen? Oh, ei! Oh. Dat was een noodscope. Oké, okay, die wordt eventjes gekild. Ja. Maar dat houdt natuurlijk in dat alleen Liam nog gevonden moet worden. En Liam, ja? Eén vraagje. Is Jan al langs jou geweest? Meerdere keren. Ja, maar hij zit ergens met Patrick. Dat meerdere weet ik. Meerdere keren. Je zit niet in de steen, hè? Nee, nee, nee. Nee, maar je zit daar wel in de buurt, hè? Wil je een tip? Nee, alleen of je in de buurt zit of niet. Ja, ik zie je nu lopen. Oké, oké. Je zit hier ergens. Hey, Jan. Ik zit gewoon hier bovenop. Oh, hey! Ik wist dat je hier ergens zat. Oh, ik dacht, hier hebben we nog niet gekeken. Oké, okay. Dus dat houdt natuurlijk in dat het Jan gelukt is om iedereen te vinden. Dus jongens, ja? Ik zou zeggen, kom nog allemaal eventjes naar, naar SpongeBob's huisje toe. Oké. Okay. Gaan we nog allemaal eventjes een klein feestje daar binnen geven. Ja. Yeah. Maar vond je het een beetje makkelijk, Jan, om... Feestje. Vond je het een beetje makkelijk om hier te zoeken in deze map? Of zeg je het nog wel redelijk lastig? Ze hebben het wel mooi gemaakt, maar het was niet heel erg gedetailleerd. Dus je kon nee, klopt. Niet op hele moeilijke plekken zitten, wat ik eigenlijk nee, wel fijn zeker. Vind. Ja, ik vind het op zich het is nog wel vet gemaakt. Je herkent alles, maar het had net wel even iets mooier, gedetailleerder gemaakt kunnen worden natuurlijk. Ik denk dat Ryan, Ryan die is aan het vechten. Ik ben dood. Oké. Dus jongens, dat houdt natuurlijk wel in dat dit het einde van deze hide and seek is. Dan wil ik jullie natuurlijk vragen als jullie het leuk vonden om het zeker met een duimpje omhoog te belonen. Check natuurlijk ook de andere uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!